Adres onbekend door Susan Nielsen 27 november 5 over 12 s'nachts. Mijn been wipte op en neer. Ik verlegde mijn gewicht van de ene naar de andere beel. Mijn handpalmen waren vochtig en mijn hart bonkte. Ik ben nog nooit eerder verhoord. Dit is geen verhoor, Felix. We maken alleen een praatje. Neemt u het op? Waarom zou ik dat doen? Zo gaat het altijd op TV. We zijn niet op TV. De kou van de metalen stoel sijpelde door mijn pyjamabroek. Kijken politiemensen ook naar politieseries? Natuurlijk. Maar is dat dan niet zoiets als je werk mee naar huis nemen? Agent Lee glimlachte. Ze had heel rechte tanden. Mijn kak of? De krachtige antennecapaciteit registreerde dat ze was opgegroeid in een middenklasse gezin, waar ze zich een orthodontist konden permitteren. Mijn kak registreerde ook dat ze zich niet druk maakte om een calorietje meer of minder. De knopen van haar uniform stonden op knappen. Niet echt hoor, antwoordde ze. Voor ons is het ook gewoon ontspanning. En we mogen lekker schelden naar de tv als ze iets doen wat totaal niet klopt. Zoals wat? Zoals dit soort gesprekken opnemen. We nemen gesprekken alleen op als iemand van een misdrijf wordt beschuldigd of verdacht. Neemt u Astrid wel op? Daar kan ik niet op ingaan. Oei, ik huil bijna nooit, maar plotseling was ik bang dat ik in tranen zou uitbarsten. Pal tegenover een agent. Ze moet het gemerkt hebben, want ze voegde eraan toe, het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Ik ademde in. Ik ademde uit. Ik ging rechtop zitten. Ik probeerde kalm en beheerst over te komen. Ook al wist ik dat mijn blonde krullen alle kanten op stonden. Want tot het moment waarop het allemaal zo vreselijk in het honderd was gelopen, had ik diep liggen slapen. Bovendien had ik mijn prehistorische Minions-pyjama aan, kinderachtig en veel te krap. Agent Lee en haar collega hadden ons geen tijd gegeven om ons om te kleden. Ik wil graag mijn advocaat bellen, zei ik. Laat me raden, dat heb je ook van tv. Ja. Heb je dan een advocaat? Nee, maar volgens de wet moet ik er een toegewezen krijgen, toch? Alleen heb je geen advocaat nodig. Je hebt niets verkeerds gedaan. Dus ik mag gewoon weg? In wezen wel. Maar waar zou je dan naartoe gaan? Ik dacht aan Dylan, aan Winnie. Toen herinnerde ik me weer dat ik tegen ze had gezegd dat ik ze nooit meer wilde zien. Wanneer zijn ze klaar met Astrid? Het duurt vast niet lang meer. Ze staarde me aan. Klikte het knopje van haar pen in en uit. In en uit. Mag ik vragen waarom je haar niet mama noemt? Dat vindt ze te hiërarchisch. Voor de honderdste keer speurde ik de immense zaal af. Met heel veel bureaus en heel weinig mensen. Voor de honderdste keer zag ik Astrid nergens. Het komt wel in orde, gedachten zijnde ik naar haar, want ze beweert dat ze al mijn signalen opvangt. Tegenwoordig geloof ik daar niet meer in, maar onder de omstandigheden was het een poging waard. Voor alle duidelijkheid, zei ik tegen agent Lee, Astrid is een prima moeder. Fijn om te weten, ze tikte iets in op haar toetsenbord. Ik ga je een paar vragen stellen, oké? Okay? Oké. Okay. Eerst maar eens je volledige naam. Felix Frederik Knutson. Ze voerde het in op de computer. Leeftijd: 13. Nou ja, bijna. 12 en 3 kwart. Volledige naam van je moeder. Astrid Anna Knutson. Je adres? Ik keek naar mijn rubberlaarzen. Ik had ze over mijn blote voeten aangetrokken. Voor het zoeken van sokken hadden we ook geen tijd gehad. Agent Lee boog zich naar me toe. Haar schouders hingen naar voren. Ze had geen goede houding. Toen we vanavond op je melding afkwamen, Felix, leek het erop dat jullie daar allebei woonden. Oh, wat verlangde ik naar mijn moeder. Ze had vast wel een geloofwaardige verklaring kunnen geven, maar ik ben niet zoals zij. Ik ben geen geboren waarheidsverdraaier. Dus ik bleef naar de grond staren. Agent Lee tikte iets in, ook al had ik geen woord gezegd. Felix. Zei ze zachtjes. Vertel me maar gewoon wat je dwars zit. Ik heb honger. Ach, natuurlijk. Dat had ik moeten vragen. Ze duwde zich omhoog en shorde haar broek over haar buik. Het aanbod is beperkt tot snacks uit de automaat. Hopelijk is dat oké. Okay. Ergens allergisch voor? Bepaalde voorkeuren? Nergens allergisch voor? Geen voorkeuren. Al ben ik gek op alles met smaak. Agent Lee verdween de grote zaal in. Ik speurde om me heen. Er waren maar twee agenten. De een bladerde door Popular Mechanics. De andere zat te dommelen. Ik draaide het computerscherm van agent Lee naar me toe. Het was een officieel uitziend verslag. Naam Felix Frederik Knutson, leeftijd 12, ouder, voogd, Astrid Anna Knutson, adres ZWWOWP. Ik ben behoorlijk bedreven in het uitvogelen van afkortingen. En binnen de context was het vrijwel meteen helder waar deze letters voor stonden. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er liep een rilling over mijn rug. Astrid had me er zo vaak voor gewaarschuwd. Niemand mag erachter komen waar we wonen. Tot vanavond had ik die regel maar één keer overtreden. We waren ontmaskerd. Ik probeerde mezelf voor te houden dat het mijn schuld niet was. Ik had geen keuze gehad. Ik had de politie wel moeten bellen. Wie weet wat er was gebeurd als ik dat niet had gedaan. Maar toch, de slechte rikken waren ontkomen. En wie zaten er nu op het politiebureau? De argeloze slachtoffers. Wij. Er werden twee zakjes kaasflips voor me neergelegd. samen met een blikje cola. Zo, nieuwsgierig aagje zei agent Lee, terwijl ze het scherm terugdraaide. Er wordt gestecheld over de herkomst van die uitdrukking, zei ik. Sommigen denken dat Aagje een figuur uit een 17e-eeuwse klucht is... maar volgens anderen is dat kletskoek, omdat het al veel eerder werd gebruikt. Ik besefte dat ik zat te ratelen, maar ik had mezelf niet onder controle. Je bent een wandelende encyclopedie. Mijn moeder zegt dat ik feitjes hamster, zoals een eekhoorn nootjes. Agent Lee trok een zakje chips open en stak er eentje in haar mond. Luister Felix, geloof me alsjeblieft als ik zeg dat ik je wil helpen. Ik wilde haar wel geloven, maar ik moest steeds denken aan hoe mijn moeder knorde als een varken bij elke politiewagen die langsreed. Die geregeld zei: staatsdienaars zijn nooit te vertrouwen. Wat zijn staatsdienaars? had ik toen ik kleiner was een keer gevraagd: mensen die voor de overheid werken en menen jou de wet voor te kunnen schrijven. Dus het enige wat ik tegen agent Lee zei was: bedankt, maar we hebben geen hulp nodig. Echt niet? Echt niet? We gaan heel binnenkort verhuizen. Oh ja, waarheen dan? Dat weet ik nog niet. Maar er zit wat geld in de pijpleiding. Het is alleen nog even de vraag hoeveel precies. Een erfenis? Nee. Jullie verkopen iets waardevols? Nee. Een bankoverval? <laughs> nee. Waar komt dat geld dan vandaan? Een spelprogramma. Goh, intrigerend. Vertel eens. Over dat programma. Agent Lee legde haar voeten op het bureau. Over alles. Ik bestudeerde haar gezicht. Mijn kak registreerde dat ze deugde. Als ze wist hoe de vork in de steel zat, zou ze misschien inzien dat we niks verkeerds hadden gedaan. Dus ik schrokte een zwik kaasflips naar binnen. En vervolgens vertelde ik Agent Lee de waarheid en niets dan de waarheid. Een beknopte woongeschiedenis. We hebben niet altijd al in een busje gewoond, dat is pas zo sinds vier maanden. VB, voor het busje, woonden we in een kelder van 40 vierkante meter. Daarvoor woonden we in een appartement van 60 vierkante meter. Daar weer voor waren we zowaar eigenaar van een majonet van 80 vierkante meter. En voor dat alles woonden we bij Moormoor. Mormors huis. Mormor is Zweeds voor moeders moeder. Ze was mijn oma. Astrid en ik woonden bij haar in tot ik bijna zeven was. Ze had een bungalow in New Westminster, een voorstad van Vancouver. Haar huis stond chokvol snuisterijen uit Zweden. Ze moet wel vijftig rood met blauwe houten dalarna paardjes hebben gehad. Ze had ook een enorme tomte-collectie. Tomtar, het meervoud van tomte, zijn ondeugende kabouterachtige wezentjes uit de zweedse folklore. Ze waken over jou en je gezin, maar als je ze niet met eerbied behandelt, kunnen ze ook vreed zijn. Dan halen ze streken met je uit, stelen je spullen of doden zelfs je vee. Op mijn vijfde verjaardag kreeg ik van Mormor mijn eigen tomte, een zelfgemaakte van veelt. Hij was 10 centimeter groot en had een lange witte baard, een rode puntmuts en een rood jasje. Je eigen beschermer, zei ze. Ik noemde hem Mel. Mormor paste op me als Astrid naar haar werk was. In die tijd had mijn moeder twee baantjes. Ze gaf schilderles op een avondcursus aan de Emily Carr Universiteit en ze beantwoordde de telefoon bij een verzekeringsfirma. Zodra we genoeg gespaard hebben, zei ze vaak tegen me, zoeken we iets voor onszelf. Ze vond het niet prettig om bij Mormor in te wonen. Ik had het er juist al naar mijn zin. 's ochtends nam Mormor me mee naar het park en 's middag speelde ik fantasiespelletjes als Piratenschip en Fort en Kosmos, terwijl zij tv kijkt. Oprah Winfrey, Jerry Springer, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres, Dr. Phil, Judge Judy. Het waren een soort vrienden. En dankzij Mormor maakte ik kennis met who, what, where, when. Met Horatio Blas. Het was haar lievelingsprogramma en ik raakte er ook aan verslingerd. Mormor was een zogeheten lutheraan en ze las me Bijbelverhalen voor. Dat moest wel ons geheimje blijven omdat Astrid vond dat georganiseerde religie de oorzaak was van alle ellende in de wereld en ze al lang geleden met de kerk had gebroken. Bij het bakken van pepper kakor, een Zweedse speculaasvariant, stopte Mormor met deegballetjes toe om te snoepen. Tijdens mijn middagdutje mocht ik op haar zachte schoot liggen terwijl zij voor de tv zat. Kort na mijn zesde verjaardag werd ik een keer wakker uit zo'n dutje en merkte ik dat Mormor ook in slaap was gevallen. Dat was niks ongewoons. Ze dommelde wel vaker halverwege de middag in. Dus ik ging stilletjes op de grond zitten spelen met het brio-treinstel dat van mijn moeder en haar broer was geweest toen ze nog klein waren. Toen Mormor na een post nog steeds niet wakker werd, gaf ik haar voorzichtig een duwtje. Haar hoofd zakte verder omlaag op haar borst. Haar huid was grauw en voelde koud aan. Onder haar had zich een donkere vlek uitgespreid, die nat aanvoelde. Ik giechelde van de pret. Mormoor, je hebt in je broek geplast. Tot dan toe was ik de enige in huis geweest die in zijn broek plaste. Ze reageerde niet. Mormoor, het begon met de dagen dat er iets niet klopte, maar ik was pas zes. Mijn kak was nog niet volledig ontwikkeld. Ik belde mijn moeder. Zij belde het alarmnummer en kwam meteen naar huis, maar niemand kon er iets doen. Ik miste Mormor heel erg en ik weet dat mijn moeder haar ook miste. Nog maanden erna sliep ik bij Astrid op de kamer en ik haalde Mel elke avond naar binnen zodat hij over ons kon waken terwijl we in bed lagen. Ik nam geen enkel risico. Onze kortstondige carrière als huiseigenaren. Mormor liet alles aan mijn moeder na. Het was niet zoveel als Astrid had gehoopt, want Mormor had een deel van haar spaargeld overgemaakt naar een Nigeriaanse prins. Maar toen Astrid een jaar na Mormors dood het huis verkocht, hadden we genoeg voor een aanbetaling op een pasgebouwde maisonnette in Kitsilano, een wijk in Vancouver West. Hoewel ik Mormor nog steeds miste, vond ik het geweldig daar. Het huis was klein, maar helemaal van onszelf. De chemische geur van net gelegd tapijt hing nog in de lucht. Alles glansde van nieuwigheid. Astrid hing overal haar kleurrijke schilderijen op. 's Avonds kreeg ik mijn favoriete gerechten zoals kaastosties met augurkjes en vissticks met dopertjes. Ik begon aan groep 5 op Waterloo, de openbare school in de buurt. En al snel had ik niet zomaar een vriend, maar een beste vriend. Dylan Brinkerhoff en ik trokken de hele tijd met elkaar op. Speelden met Lego en lazen boeken als Scheten over de hele wereld en Fysiologie voor beginners. We maakten zelfs een blad dat we avonturen op Your Enus doopten. En we schreven artikelen over UFO-waarnemingen en poltergeesten. Astrid vond een andere baan als telefoniste bij een tv-productiemaatschappij. En de Emily Carr-universiteit, waar ze nog steeds twee avonden per week les gaf, was met de bus vlakbij. Maar anderhalf jaar nadat we er waren komen wonen, gebeurden er twee dingen. Nummer 1. Astrid raakte allebei haar banen kwijt. Het lag niet aan haar, die keer. Er kwamen te weinig aanmeldingen voor het volgende semester van haar avondcursus, dus die werd afgeblazen. En de productiemaatschappij ging failliet. Nummer 2. Ons gebouw werd de grond ingezogen. Ja, gezogen. Op die plek, waar het was neergezet, had vroeger een rivierbedding gelegen. De eigenaren moesten zelf de herstelkosten ophoesten, zo'n 40.000 dollar per magazinet. Wij hadden geen 40.000 dollar. We wisten het nog een jaar uit te stellen, maar uiteindelijk moest Astrid ons huis verkopen. Met verlies. Het driekamerfletje. Eigenlijk was het een tweekamerfletje met een berghok. We konden de buren horen ruzieën en het tapijt rook muf. Maar al met al viel het wel mee. Omdat het in Vancouver Oost was bij Commercial Drive, moest ik halverwege het jaar van school wisselen. Ik kreeg er geen echte vrienden, maar positief bekeken kreeg ik er ook geen vijanden. Ik miste Dillen enorm. We spraken nog af en toe met elkaar af, maar Astrid had geen auto en ik was te jong om in mijn eentje met de bus te mogen. Dat betekende dat al het heen en weer rijden neerkwam op Dylan's ouders en die hadden nog twee andere kinderen met drukke agenda's. Na een paar maanden verloren we elkaar uit het oog. Omdat Astrid geen werk op kantoor of als cursuslijster kon vinden, ging ze voor het eerst van haar leven aan de slag als serveerster in een zaak op Commercial Drive. Ik moest heel wat avonden in mijn uppie doorbrengen. Maar ik had mijn fantasie en mijn bibliotheekboeken en ik zette soms de programma's op waar Mormor en ik vroeger samen naar hadden gekeken. Zoals who, what, where, when. Op een avond kwam Astrid vroeger thuis dan verwacht. Ze brieste van woede. Die klant bleef maar aan mijn kont zitten. Astrid is er altijd een groot voorstander van geweest met me te praten als een gelijke. En ik ben degene die wordt gestraft. Alleen omdat ik een drankje in zijn gezicht gooide. zodat hij zou ophouden. Het drong tot me door dat ze ontslagen was. We raakten achterop met de huur. Maar gelukkig werd Astrid vrienden met Juri. de huismeester van het gebouw. En die matste ons. Een paar keer per week maakte ze eerst avondeten voor me klaar. en dan ging ze een poosje naar beneden, waar hij woonde. Ik denk dat hij haar soort van vriend was. Ook al nam hij haar nooit mee op een echte date. Toen leerde Astrid Abelard kennen. De bezoekjes aan Juri hielden op. Volgens mij was Juri daar boos over, want hij plakte een uitzettingsbevel bij ons op de deur. De Twee-Kamerkelder. We verhuisden opnieuw, verder naar het oosten, in de buurt van Boundary Road. Dat betekende weer van schoolwisselen en deze keer was het lastiger. Bijna alle andere kinderen zaten al sinds de kleuterklas bij elkaar. Ze hadden geen nieuwe vriend nodig. Jeetje, wat heb jij voor genenpoel? vroeg een lang, spichtig meisje dat Madison heette me op een dag. 50% Zweeds, 25% Haitaans, 25% Frans, antwoordde ik. Opgeteld komt dat uit op 100% Canadees, ze tuitte haar lippen. Je lijkt wel een clown. Het was niet voor het eerst dat iemand me belachelijk maakte om mijn haar. Toen ik nog kleiner was, had ik mijn moeder vaak gevraagd... het er allemaal af te knippen, maar dat had ze geweigerd. Nu ben ik daar blij om. Het hoort bij me. Ik ben als Samson voordat hij Delilah tegenkwam. Het is mijn superkracht. En Astrid is dol op mijn krullen. Ze zegt dat ze haar doen denken aan twee van haar favoriete zangers. Knaan en Art Garfunkel. Volgens haar is het goed om iets aparts te hebben. En meestal ben ik het wel met haar eens. Dus ik negeerde loten zoals Madison en sloeg me er tot het eind doorheen. Maar ik had het niet naar mijn zin op die school. Ik had het niet naar mijn zin in die twee-kamerkelder. Het rook er schimmelig en zelfs op zonnige dagen was het donker. En Abelard was er de hele tijd. Het lukte Astrid ander werk te vinden: bij energiebedrijf BC Hydro. Maar ook dat was van korte duur. Ze vertelde me dat er mensen werden wegbezuinigd en aangezien zij als laatste was aangenomen ging ze er ook als eerste uit. Maar door wat ik had opgevangen denk ik dat er meer speelde. Ik vermoed dat ze haar baas had afgesnauwd. Ik kan zo slecht tegen imbecielen, hoorde ik haar geregeld tegen Abelard zeggen en die vent is zo'n imbeciel. Twee weken daarna maakte Abelard het uit met haar. Wat me brengt bij de Westfalia. Het busje hadden we van Abelard. Mijn moeder had hem ontmoet toen ze een dag op meditatieretraite was. Hij was de instructeur of goeroe. Astrid is nog steeds knap, ook al is ze 44. Ze is lang en slank en heeft golvende blonde lokken. Ik heb gezien hoe mannen omkijken als ze over straat loopt. Dus hoewel Abelard tien jaar jonger was, Nodigde hij mijn moeder na de retretten uit om koffie te drinken, en vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk. Toen we naar het kelderappartement verhuisden, trok hij min of meer bij ons in. Hij parkeerde zijn Westfalia voor de deur. Abelard had veel weg van Jezus, qua uiterlijk tenminste. Hij had lang bruin haar, een hipsterbaard en een snor. Hij zei dat hij boeddhist was en hij zwetste een hoop over vrede en liefde en tolerantie, wat prima was geweest als hij niet zo'n hufter was. Ten eerste teerde hij op mijn moeders zak. Terwijl wij overduidelijk zelf moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. En ten tweede had hij vaak woede-uitbarstingen. Hij kafferde mijn moeder uit omdat ze zijn yogabroek in de droger had gedaan. In plaats van hem op te hangen. Of omdat ze per ongeluk een van zijn meditatiesessies had verstoord. Hij was een boze boeddhist. Ik kon hem niet uitstaan. Op een avond in juli. Kondigde Abelard aan dat hij naar India vertrok voor een spirituele reis. En dat hij zich niet langer door haar kon laten belemmeren. Ze kregen ruzie. Ik ging naar buiten en liep tien keer het blok rond. Aan de ene kant vond ik het sneu voor Astrid, want ik wist dat ze Abelard leuk vond. Aan de andere kant was ik opgelucht. Ze verdiende veel en veel beter. Tegen de tijd dat ik terugkwam, was Abelard verdwenen. Zonder zijn Westfalia. Die stond nog op de oprit. Astrid zei dat Abelard hem haar cadeau had gedaan. Een klein gebaar als bedankje omdat hij zo van haar had geprofiteerd. Nu blijkt Abelard haar van te beschuldigen dat ze het busje heeft gestolen. Ik weet dat mijn moeder de waarheid wel eens opsmukt. maar ieder weldenkend mens zou wel gek zijn om Abelard op zijn woord te geloven. want die vent is een rat. Ik schat zelf in dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar ik loop op de zaken vooruit. Een week nadat Abelard naar India was afgereisd... verving de huisbaas onze sloten. Hij probeerde ons er al een tijd uit te krijgen... omdat we achterliepen met de huur. We kwamen thuis en zagen onze spullen in de voortuin staan. Mijn gerbil Horatio zat bovenop de hoop, in zijn kooi. Ik had Horatio voor mijn tiende verjaardag gekregen. Eigenlijk had ik een hond gewild... dus in eerste instantie was ik teleurgesteld... toen Astrid me afscheepte met een knaagdier. Maar toen ik in zijn kraaloogjes keek... En over zijn donzige zwart-witte vachtstreek werd ik op slag verliefd. Ook al kon hij niet apporteren of kunstjes doen, ook al had hij een brein ter grootte van een pinda, ik was dol op hem. Dus toen ik hem zo hachelijk zag balanceren, ging ik door het lint. Stel dat de kooi was gevallen en hij gewond was geraakt. Stel dat er een hongerige hond voorbij was gekomen. Horatio leek niet getraumatiseerd, maar ja. Het is lastig complexe emoties af te lezen van een gerbeelsnuitje. Ik begon te huilen. Hard. Astrid sloeg haar armen om me heen. Het is oké, okay, Lilla Gubben. Het is oké. Okay. Lilla Gubben is een van haar koosnaampjes voor me. Het is Zweeds voor oud mannetje. Schijnbaar zag ik er zo uit bij mijn geboorte, kaal en rimpelig. Hoezo oké? Okay, loeide ik. We hebben nergens om te wonen. Ze pakte me bij mijn schouders en dwong me haar aan te kijken. Maak je maar geen zorgen. Ik bedenk wel iets. Ik vind altijd een oplossing. En dat brengt me bij Solijs huis. Astrid belde haar vrienden af om te kijken... of we voor een paar nachten bij iemand terecht konden. In de loop der jaren heeft mijn kak vaak geregistreerd... dat mijn moeder heel makkelijk vrienden maakt... en ze nog veel makkelijker kwijtraakt. Dus ik was niet echt geschokt toen Ingrid nee zei of toen Karen gewoon meteen ophing. Astrid dacht even na. Toen zei ze: Ik probeer Soleil. Soleil had Astrid's schildercursus op Emily Carr gevolgd en ze had ook kinderen. Ze waren al snel vrienden geworden, tot ze twee jaar geleden knallende ruzie kregen. Ik kon het allemaal volgen vanuit mijn eigen kamer. De avond begon heel vrolijk. Want ze vierden dat Soleil weer een schilderij had verkocht. En nog voor een recordbedrag ook. Maar na de tweede fles wijn bromde Astrid iets over de generieke smaak van de massa. En dat ze niet begreep waarom saaie, karakterloze pulp zoals die van Soleil wel aftrek vond en haar eigen superieure, abstracte niet. Soleil vertrok in tranen en ze hadden geen contact meer. Tot nu toe. Ze zegt dat we een poosje bij haar terecht kunnen, zei Astrid na het telefoongesprek. Ze keek net zo verrast als ik. We stouwden alles in de Westfalia... en reden naar Soleil's nieuwe adres... in de buurt van Main Street en King Edward. Ze stond op ons te wachten... op de opricht van een groot modern huis. We stapten uit... en Astrid floot zachtjes. Zo, is die even opgeklommen in de wereld? Soleil glimlachte toen ze mij zag. Ze is lang, heeft brede schouders... en een vriendelijk gezicht. Felix... Wat ben jij groot geworden? Ze gaf mijn moeder wat stijfjes een knuffel. Astrid, hoe is het met je? Wat is er gebeurd? Urgente renovatie-uitzetting door een eikel van een huisbaas. Het was bijna bewonderenswaardig, zo soepel als de leugen zich uitrolden. Soleil hield mee om onze spullen naar binnen te dragen. We kregen de ruime lichter kelder. Er hing een schilderij met gele rozen aan de wand. Dat ken ik nog, zei Astrid. Je hebt het op Emily Carr gemaakt. Ja, jij zei dat het technisch in orde was, maar emotioneel dood. Je vond het een zwaktebot van me. Astrid's stilte zinderde om ons heen. Ik zag dat Sulai's bleke huid felroze werd. Die rozen vliegen over de toonbanken, ik kan niet tegen de vraag opwerken. Mijn kak registreerde dat we gevaarlijk terrein naderden. Wil je misschien mijn gerbel even vast, begon ik. Maar Astrid kwam er tussendoor voordat Sulai kon reageren. Ik ben blij voor je, Soleil. Echt waar. Ik liet mijn ingehouden adem ontsnappen... totdat ze eraan toevoegde... zulk werk is ideaal voor bedrijfslobby's en directiekamers. Oei. Soleil klemde haar armen om haar middel. Arpad's ouders komen aan het eind van de week logeren... maar tot die tijd kunnen jullie hier blijven. Dat heb je er van tevoren niet bijgezegd, zei Astrid. Ik zeg het nu, zei Soleil met haar blik strak op de gele rozen. Soleil had die avond al plannen met haar gezin... Dus Astrid en ik liepen naar Helen's Grill en bestelden het 24-uurs ontbijt als avondmaal. Ik was onrustig. Dat kan gebeuren als je nergens hebt om te wonen. De serveerster kwam de bestelling brengen. Waarom smaakt het ontbijt s'avonds altijd beter? Vroeg Astrid. Dat is een van de grote raadselen van het leven. We zaten een poosje zwijgend te eten, toen zei Astrid. Ik heb een leuk idee. Met mijn mond vol roerei keek ik haar aan. We gaan... In het busje wonen. Voor een paar weekjes maar. Tot ik iets nieuws heb gevonden. Stel je eens voor, Felix: het wordt de ultieme zomervakantie. De vrijheid, het avontuur. Toen ik 19 was, was ik bezeten van On the Road van Jack Karak. Het wordt dikke pret. Ik dacht erover na. Het verst dat ik ooit was geweest was Victoria. Op mijn tiende. Tijdens een schoolreisje naar het provinciale parlement. De hele heen- en de hele terugweg had Madison aan mijn haar zitten trekken. Kunnen we een rondreis maken door British Columbia of misschien wel helemaal naar de Rocky Mountains? Natuurlijk kan dat. Is dat niet duur? Een maandje lukt wel. Ik heb wat spaargeld. Als je spaargeld hebt, waarom zijn we dan achterop geraakt met de huur? Astrid stak een plakje bacon in haar mond. Die huisbaas was een afzetter. Hoe vaak ik hem niet heb gevraagd iets te repareren en hij het erbij liet zitten. Hij was ons een paar maanden gratis wonen schuldig voor wat we allemaal van hem pikten. Oh, nou, wat zeg je ervan? De ultieme zomervakantie? Ik had zo mijn twijfels, maar ik wilde geen spelbreker zijn. Oké, okay dan prima. We gaven elkaar een high five om het te bezegelen. En dat brengt me bij begin augustus, bij de dag waarop we in een busje gingen wonen. Zo, en dan is het nu uh, de vraag: hoe loopt het af met Felix? En hoe loopt het af met die moeder? En hoe loopt het af met dat busje? En komt alles goed? Nou. Op naar de boekhandel of op naar de bieb. Leen, adres onbekend. Adres onbekend is een van mijn favoriete boeken, Maar misschien moet ik dat niet te hard zeggen. Um, ja, en dan kom je er gewoon achter wat er allemaal gebeurt. Keihard 300 pagina's voor 11 plus. Ja, 11 plus. Als je echt een sterke lezer bent, dan kan je wel eerder beginnen. Nou, weet je wat je doet? Kijk maar even. En anders heb je het nu gewoon geluisterd. En misschien vond je dat leuk genoeg. Nou ja, uh, ik zeg tot de volgende keer. En wat je ook leest, veel leesplezier. Doei.